U gaat aan het eind van de maand van Amsteling over naar T-zorg, hè? Hoe is het gegaan? Dat is uitstekend gegaan. De gemeente is met mij meegeweest om naar mijn contract te tekenen. Kijken of het allemaal klopt. Nou, dat klopt allemaal. Dus ik heb keurig netjes het contract getekend. En een ambtenaar van de gemeente is meegeweest? Ja, een ambtenaar van de gemeente is meegeweest. En ik vond dat fantastisch. Want ze zijn er wel voor ons. Want als er met de contracten wat aan de hand is, dan kunnen ze bellen naar de gemeente en dan gaan hun het recht zetten. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het fantastisch gegaan zijn. Dus ik ben tevreden. Maar u zit maar in schaal 10, hè? Dat is wel laag, hè? Dat is heel weinig. Ja, dat is zeker heel weinig. Wij verdienen het bijstand salaris. En ik vind, de helft van de medewerkers zitten allemaal in 15 en waarvan een klein gedeelte in 10 zit. En dat scheelt €200 per maand? Dat scheelt €200 per maand. En nou moeten ze allemaal naar 10. Daar kan de gemeente niks aan doen. Dat moet de FNV doen. En de FNV doet niks voor ons. Amstelring doet ook niks voor ons, want die laten ons nou helemaal in de steek. Wat ik eigenlijk schandalig vind, want alle medewerkers zijn heel boos. En ik vind dat niet kunnen. En daar hebben ze het wel over, hebben het raad helemaal niet deugd. Nou, ik vind het een fantastische man. Hij staat voor iedereen klaar. Hij is goed voor de oude mensen, want hij is een tijd geleden met mij mee geweest naar 6 cliënten. En hij heeft afgesproken dat er niet bezuinigd wordt op de zorg en ook niet op de uren. En dat klopt, want hier worden geen uren ingeleverd en dat is in Amsterdam wel het geval. En per 1 februari gaat u dus over naar de T-zorg, hè? Ja. En heeft u dan al genoeg cliënten? Ik neem al mijn cliënten mee, waarvan ik 1 cliënt uitgevallen is. Die heeft de zorg opgezegd. Waarvan ik dan een nieuwe cliënt erbij krijg. En ze konden me garanderen dat ik gewoon 24 uur per week blijf werken. En ik kan ook meer werken als ik wil.